Ernest Lauwers kwam woensdag na 8 jaar gevangenschap vrij. De boekhouder werd veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg. Ten onrechte volgens velen en volgens Lauwers zelf. Die vrijspraak die gaat er een keer komen. Hij wil nu zijn onschuld aantonen met een boek dat hij heeft geschreven over de spraakmakende moordzaak. Ik denk als u het objectief leest, en misschien ook wel een doel van het boek, dat u ook zou kunnen denken, hey, verdomme, dit kan mij ook overkomen. Want ik ben niet de enige die onschuldig in een cel zit. Er zijn er meer. Volgens Lauwers zijn er bij het onderzoek naar de moord grote fouten gemaakt. En wat mij het meest toch nog wel irriteert, dat is het feit dat het ultieme middel waarmee ik mijn onschuld kan bewijzen, dat is, ik heb het gezegd, de time advance gegevens. In iedere zaak bij een fietsendiefstal vraagt de politie die op. Als de politie u nu die lijst geeft en ik hou hem voor uw camera, dan weet u dat ik onschuldig ben. Niemand maakt mij wijs dat die lijst er niet zou zijn. Dat is onmogelijk, want ze hebben 6 maanden de tijd om hem op te vragen. Helemaal in zo'n zaak doe je dat. Al die jaren cel hebben van Lauwers een compleet ander mens gemaakt. Dat is een ontzettend beroerde tijd. Dat ik u niet kan uitleggen. En al zou ik het proberen uit te leggen, wat u helemaal toch niets van zou begrijpen, dat moet je meeweten. Zelfs een bewaarder in een gevangenis, die zegt gewoon, ik loop hier de hele dag rond, ik doe deuren open, doe ze dicht, maar ik weet niet hoe jij dit ervaart, terwijl die met zijn neus op zit. Dit is zo afschuwelijk. Helemaal als je onschuldig bent, kan ik niet onder woorden brengen. Voor Lauwers is de strijd nog lang niet over. Die zaak is nooit afgelopen. Nee, ik ga ervan uit dat het een keer goed komt, dat iemand vrijgesproken. Kijk, nu zal misschien de helft van de bevolking denken van die Lauwers is schuldig of onschuldig. Hè. Als die zaak zou worden herzien en stel dat een hof daarin meegaat en iemand vrijgesproken, dan zal misschien 75% denken, die vindt is onschuldig. Als ooit de echte dader wordt gevonden en gestraft, dan zal misschien 90% denken hij is onschuldig. Maar je houdt altijd een aantal mensen die dat niet willen begrijpen en altijd een stempeltje pakken. Simpelweg omdat je dan met de politie in aanraking bent geweest en in de cel hebt gezeten. Dus over zal die nooit meer gaan.